Nou goed. Hans, goed dat je erbij bent trouwens ook. Bij het trio waar je graag deel van uitmaakt. Je hebt Sophie niet meegenomen, maar zij maakt er ook deel uit van 15 jaar VI voor jou. Of? Waarom? Nou, dat weet ik ook niet, maar dat denkt Luc van Hinten, Martin van Venlo. Nee, Sophie was wel uitgenodigd door de redactie en door Nancy, maar zij heeft een rondje overgeslagen. Oh. Ja. Hoe oud was ze eigenlijk toen 15 jaar geleden? Ze me nog opeens af te vragen. Nee, ik heb geen flauw idee. Ik kan heel slecht tellen. Oké, okay. Nou, dan gaan we naar het weekend. Nee, maar zij had wel. Ja, ze had wel willen komen voor René. Kan ze af en toe wel hebben, Johan, heel soms. Maar eraan komen, Hans. Ja. Ja, maar ze had weinig zin om gezellig met jou over dolle duikavonden. Het is altijd zo ordinair bij jou. Weet je, heb jij een momentje eigenlijk dit weekend? Van het weekend, ja. Oh, sorry. Pas op. Ik schrok voor jullie. Ja. Ja, sorry. Je was vroeg, hè? Ja. Dat is voor jouw leeftijd dus. Hey, maar even, wat was jouw weekendmomentje?